Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van TWR.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag in uitzending 1116 beginnen we, na een korte terugblik, aan Michazas. Hoofdstuk 5 begon met de aankondiging dat de grote koning in Bethlehem geboren zal worden. Die gebeurtenis zal een keerpunt in de geschiedenis zijn. Vervolgens beschrijft Micha dan hoe die koning zal zijn. Hij zal als een herder voor zijn volk zorgen. Hij zal hen wijden en zij zullen in vrede kunnen wonen. Omdat hij heerschappij heeft over heel de aarde. Als we denken aan de vijandschap waar Israël toen, maar ook in deze tijd mee te maken heeft, is het een hoopvol vooruitzicht. Er komt een tijd van vrede en herstel. Niet alleen in politiek opzicht, maar ook in geestelijk opzicht zal er vrede en rust zijn. De vrede van God gaat veel dieper dan het ontbreken van oorlog. Dan keert Micha weer terug naar zijn eigen tijd als hij de Assyriërs noemt die Israël binnen zullen vallen. Dit doen de profeten vaker. Ze spreken over hun eigen tijd. Maar in hun profeteren zit ook een diepere laag, die over een latere toekomst gaat. Micha profeteert over de redding die de Heer zal geven van Assur. En inderdaad, is Assur al ten onder gegaan op het moment dat Jeruzalem nog hoofdstad van Israël was. Dit alles klinkt mooi en dat is het ook, maar Micha wijst erop dat slechts een deel van het volk door de oordelen heen gered zal worden. Het zijn de mensen die zich tot de Heer richten en naar hem luisteren. Dwars door de oordelen heen gaan zij een nieuwe toekomst tegemoet. Een tijd vol zegen, en vanuit dit overblijfsel zal ook een zegen naar de volken gaan. Micha 6, vers 1. Luister toch naar wat de Heer zegt. Sta op. Roep de bergen ter verantwoording. Laat de heuvels uw stem horen. In hoofdstuk 6 moet Micha een rechtszaak voorbereiden tussen de Heere en zijn volk Israël. Uit de woorden van het eerste vers wordt duidelijk dat de Heere de aanklager en de rechter is en dat Israël gedagvaard wordt, omdat er een aanklacht tegen het volk ligt. Daarbij moeten we ons voorstellen dat de rechtszitting in de open lucht plaatsvindt, in een van de dalen van het bergland van Judea. Dit omdat de bergen en heuvels als getuigen bij de rechtszaak zijn opgeroepen. Dat is niet toevallig, want de bergen zijn in de Bijbel symbool van onwrikbaarheid, vastheid en onvergankelijkheid. Bergen zijn er al heel lang, langer dan een mensenleven. Bergen verduren de eeuwen. Er was er maar één die er al was voordat de bergen er waren. In Psalm 90, versen 1 en 2 staat. Een gebed van Mozes, de man Gods. Heren, u bent ons een toevlucht geweest, van generatie op generatie, al voor de bergen geboren waren en u de aarde en de wereld voortgebracht had. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. Het ziet er voor het gedagvaarde volk Israël niet goed uit. Het vervolg zal aantonen dat er reden genoeg is om bang te zijn. Bovendien alleen al het noemen van de bergen en de heuvels zou Israël moeten doen vrezen. Want de hoge bergen en de groene heuvels waren bij uitstek de plaatsen waar het volk van God zijn gruwelijke afgoderij bedreef. Als de bergen en heuvels een boekje open zouden doen over wat zij gehoord en gezien hadden, dan ziet het er voor Israël niet goed uit. Ik geef een paar voorbeelden. In 1 Koningen 14, versen 23 en 24 staat: Want ook zij bouwden voor zichzelf of verhoogden, gewijde stenen en gewijde palen, op elke hoge heuvel en onder elke bladerrijke boom. Ook waren er schandknapen in het land. Zij deden overeenkomstig alle gruweldaden van de heidenvolken die de heren van voor de ogen van de Israëlieten verdreven had. Ook in het Bijbelboek Jeremia lezen we voorbeelden van aanklachten van de heren tegen Israël. Daar staat in hoofdstuk 3 versen 6 tot en met 8 In de dagen van koning Josia zei de heren tegen mij Hebt u gezien wat het afvallige Israël gedaan heeft? Zij ging elke hoge berg op en onder elke bladerrijke boom en bedreef daar hoererij. Ik zei, nadat zij al deze dingen gedaan had, keer terug naar mij. Maar zij keerde niet terug. Dat zag haar trouweloze zuster Judah. Maar ik zag, toen ik vanwege alles waarin het afvallige Israël overspel had gepleegd, haar weggestuurd had en haar een echtscheidingsbrief gegeven had, dat Judah, haar trouweloze zuster, niet bevreesd werd. Zij ging zelf ook hoererij bedrijven. Terug naar Michasas. Het proces kan beginnen. Het zal het contrast aantonen tussen de gepastheid en rechtvaardigheid van Gods eisen en de ondankbaarheid en het bijgeloof van Israël, die de oorzaak zijn van het oordeel. Micha kijkt nu niet naar de toekomst vol zegen, maar naar het heden vol zonde. Micha 6, vers 2 Luister, Bergen, naar de rechtszaak van de Heer. Ook u, vaste fundamenten van de aarde. De Heer heeft immers een rechtszaak met zijn volk. Hij voert een rechtszaak tegen Israël. De bewijzen liggen op tafel. Het proces kan beginnen. Het kan vreemd overkomen dat de Heer een proces begint tegen zijn eigen volk, maar we kunnen er de terechtwijzing in zien van een liefhebbende vader, die alle middelen inzet om zijn ongehoorzame en afgedwaalde kinderen weer bij hem terug te brengen. De Heer heeft wel een aanklacht tegen zijn volk, maar het proces is niet bedoeld om zijn kinderen kwijt te raken, maar om hen tot inkeer te brengen. En als wij aan onszelf denken en vragen, als de Heer nu met mij een proces zou beginnen, wat zou dan de afloop zijn? Iets over anderen zeggen en met de vinger naar anderen wijzen is altijd gemakkelijker dan zelf in de spiegel te kijken. Als ik het van mijzelf moet verwachten, dan staat de uitkomst van het proces alvast. Schuldig, op alle punten. Ik heb niet alleen een advocaat nodig die voor mij opkomt, maar ook een zondebok, die al mijn schuld op zich neemt en verzoent. En ja, die advocaat en zondebok heb ik mogen vinden in de Heer Jezus Christus, mijn Heer en Verlosser. In Hebreeën 9, versen 12 tot en met 14 lees ik wat hij voor mij gedaan heeft. Daar staat Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. De Levitische hoge priester ging ieder jaar met bloed, het bloed van een jonge stier en dat van een bok, het allerheiligste binnen. De verzoening die hij daarmee bewerkte was beperkt, zodat dit offer ieder jaar op de grote verzoendag herhaald moest worden. Maar Christus is met zijn eigen bloed binnengegaan in het hemelse heiligdom, de ware tempel. Zijn offer was toereikend en moet nooit meer herhaald worden. Daarmee heeft hij ons voor eeuwig van de zonde bevrijd. Maar er wordt gesproken over verlossing. Verlossing gaat verder dan vergeving. Vergeving doet iets met onze zonden en wil zeggen dat God onze zonden niet meer toerekent, omdat ze door de Heer Jezus zijn weggedaan. Verlossing doet iets met onszelf. Het neemt ons weg uit heel onze vroegere toestand en brengt ons in een heel nieuwe positie, verbonden met Christus. De verlossing die hij daarmee bewerkte, reinigt niet alleen tijdelijk, maar is voor eeuwig werkzaam. Als het bloed van bokken en stieren en de as van jonge koeien, die op de grote verzoendagen werden geofferd, het volk konden reinigen van zonden, hoeveel te meer zal dan het bloed van Christus ons hart en leven veranderen? En als door de besprenkeling met het reinigingswater diegenen die onrein geworden zijn, door het aanraken van een dode, weer ceremonieel rein worden, hoeveel te meer zal dan het bloed van Christus reinigen van alle zonden? Micha 6, vers 3 Mijn volk, wat heb ik u aangedaan? Waarmee heb ik u vermoeid? Getuigd tegen mij. Bij deze woorden kan onze mond openvallen van verpasing. Wie had bij een rechtszitting dit verwacht? Het is duidelijk dat de Heere niet begint als een boze rechter. Er klinkt eerder verdriet en teleurstelling in door over gekwetste liefde, na alles waarop Micha en andere profeten het volk hebben gewezen, had de Heer nogthans alle reden en ook getracht om zijn volk te verstoten. Zij hadden namelijk het verbond gebroken, maar de Heer doet dat blijkbaar nog niet. Men ziet in deze woorden van de Heer het hart van God opengaan. Men hoort de liefde die worstelt om het hart van zijn volk. Misschien moet jij bij dit alles ook denken aan die andere profeet, Hosea, die de liefde van God voor het ontrouwe Israël moest laten zien in zijn huwelijk met de trouweloze Gomer. Daar horen wij die worsteling van de liefde ook op een moment dat Gomer door haar ontrouw het doodvonnis meer dan verdiend had. Maar de Heer zegt in Hosea 11, versen 8 tot en met 11 Hoe zou ik u prijsgeven, Efraïm? U uitleveren, Israël. Hoe zou ik u prijsgeven als Adama? Met u doen als met Zeboïm. Mijn hart keert zich in mij om. Al mijn medelijden is opgewekt. Ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen. Ik zal niet terugbrengen om Efraïm te gronden te richten. Want ik ben God en geen mens, de heilige in uw midden, en in de stad zal ik niet komen. Zij zullen achter de Heere aangaan. Hij zal brullen als een leeuw. Ja, hij zal brullen, en de kinderen zullen bevende komen van de kant van de zee. Zij zullen bevende komen als een vogel uit Egypte, als een duif uit het land Assyrië. Dan doe ik hen wonen in hun huizen, spreekt de Heere. Zo ontmoeten wij de Heer in Micha 6 ook: Het is alsof God de rollen omkeert. In plaats dat Gods boosheid losbarst over zijn volk, is het alsof de Heer zelf neerdaalt en plaatsneemt in de beklaagdenbank. In plaats van hen te beschuldigen, gaat hij zich tegenover zijn volk verdedigen. Hij wil tot hun hart spreken als hij hen als mijn volk aanspreekt. We lezen hier, zoals zo vaak bij de profeten, Gods diepe verlangen dat zijn volk zich zou herinneren dat hij hen tot zijn volk heeft gemaakt. Hij vraagt wat hij hen heeft aangedaan dat ze zich zo van hem afgekeerd hebben. Heeft hij hun het leven zo ondraaglijk gemaakt? Heeft hij hen vermoeid met ondraaglijke eisen of verzoeken? Hij roept hen op tegen hem te getuigen, om hem van iets te beschuldigen waarover ze te klagen hebben. Hij wil dat ze daarover nadenken, zodat ze tot de conclusie zouden komen dat hun hele houding tegenover hem niet goed te praten is. In het vervolg zal de Heer het geheugen van zijn volk opfrissen. Eigenlijk is het beschamend dat de Heer dit moet doen, want wat Hij hier zegt, had het volk zich moeten herinneren. Maar laten we niet te vlug het hoofd schudden. Hoe vaak vergeten wij niet wat God al allemaal voor ons gedaan heeft. Het volk en wij zou zich niet enkel Gods daden moeten herinneren, het zou er ook moeten van getuigen. In Psalm 9, vers 12 staat: Zing psalmen voor de Heer die te Sion woont. Verkondig onder de volken zijn daden. David roept de Israëlieten op om de Heer te prijzen, zodat de volgende generatie zou weten wie God is voor zijn volk. Ook Asaf roept het volk daartoe op. In psalm 78, versen 1 tot en met 4 staat een onderwijzing van Asaf. Mijn volk, neem mijn onderricht ter oren. Neig uw oor tot de woorden van mijn mond. Ik wil mijn mond met spreuken opendoen en van al oude verborgenheden doen overvloeien, die wij gehoord hebben en weten en onze vaders ons verteld hebben. Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de Heere vertellen. Zijn kracht en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Hetzelfde lezen we in Psalm 105, versen 1 en 2. Daar staat: Loof de Heer, roep zijn naam aan. Maak zijn daden bekend onder de volken. Zing voor hem, zing psalmen voor hem. Spreek aandachtig van al zijn wonderen. Micha 6, vers 4. Ik heb u immers uit het land Egypte geleid, u verlost uit het slavenhuis. Ik heb Mozes, Aaron en Mirjam voor u uitgezonden. Als het goed is, is er verwondering bij mensen die zoveel onverdiende genade van de Heerde hebben mogen ontvangen. Maar zover zijn ze in de dagen van Micha in Jeruzalem en Juda niet. Daarom gaat de Heere hun geheugen opfrissen. Dat doet de Heere, zoals dat bij Israël bijna altijd gebeurt, door te herinneren aan zijn grote daden. De Heere noemt in Micha 6 de verlossing uit Egypte en noemt daarbij de namen van hen die hij daarbij gebruikte, zoals Mozes en Aaron. Geen volmaakte instrumenten, maar ze waren wel bruikbaar in Gods hand. Ook Mirjam wordt genoemd, die het volk voorging in het zingen van een loflied bij de Rietzee. Het zingen van overwinningsliederen is ook iets dat de Heer zijn kinderen leert. Micha vers 5 Mijn volk, denk toch aan wat Balak, de koning van Moab, beraamde, en wat Biliam, de zoon van Beor, hem antwoordde, aan wat er gebeurd is van Sittim tot Gilgal, opdat u de gerechtigheid van de Heer kent. De heren herinnert ook aan het voor Israël zo kritieke moment, toen koning Balak van Moab aan het einde van de woestijnreis Biljam inhuurde om het volk Israël te vervloeken. Toen veranderde de heren de vloek in een zegen, omdat de heren zijn volk ondanks alles lief had. Daarna worden de Israëlieten pijnlijk herinnerd aan de gebeurtenissen bij Sittim, waar Israël op een verschrikkelijke manier Baal Peor had gediend, de afgod van de Moabieten. Maar daarna had de heren voor het volk een pad gebaand. Door de Jordaan naar Gilgal, de plaats van de verbondsvernieuwing in het beloofde land Canaan. De Heere toont op een wonderlijke manier zijn grote daden en laat tegelijk zien hoe trouw en genadig Hij zijn volk altijd heeft geleid. Het is belangrijk dat ook wij regelmatig bepaald worden bij alles wat de Heere voor en met ons heeft gedaan. We vergeten gemakkelijk dat Hij ons heeft verlost uit de wereld om voor Hem te leven. Het leven met al zijn welvaart en drukte kan ons. Zo in beslag nemen dat we niet meer aan hem denken. Daarom is het goed om geregeld de dood van de Heer te verkondigen door het avondmaal in zijn kerk of gemeente te vieren. Dan worden we elke keer opnieuw herinnerd aan wat hij heeft gedaan, ook waaruit hij ons heeft verlost en wat hij ons heeft gegeven. In de volgende uitzending lezen we verder in Micha 6. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan honderd talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be Verder kan u op onze site terecht, www.twr.be, voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Courchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.